Dus op dat internaat is een internaat met 80 kamers, dus ook 80 internen die er kunnen blijven. We werken met 4 leefgroepen, 2 basisonderwijs en 2 secundair onderwijs, zodat de kinderen toch leeftijdsgebonden met elkaar kunnen zijn. Hallo, ik ben Kaan Oran, ik ben 16 jaar en ik speel al sinds mijn 15e bij Sint-Truiden. Ik doe richting 5 MAO. Dat betekent 5 marketing en ondernemen. Voor mij gaat leren nog steeds op de eerste plaats, ook al zit ik hier bij Sint-Truiden, een topploeg in eerste klasse. Maar ik wil niet zomaar school gaan verlaten of zo, maar ik wil echt eerst mijn diploma gaan halen en zo hopelijk prof gaan worden en mijn droom waarmaken. De trein waar je nu op traint, is eigenlijk eigendom van het Klein Seminarie. En het abdijinternaat noemde vroeger ook Klein Seminaries eigenlijk de eigenaar het bisdom. Vandaar dat ook een relatie was met ons. Mark Wilmots die wou toch veel nieuwe spelers proberen. En die ging die her en der halen, ik denk zelfs tot in Amerika. En daarna zijn ze begonnen met spelers te zoeken, jeugdige spelers. En die waren ook iets verder dan van Sint-Truiden. En zo is de eerste vraag gekomen van kunnen die hier op internaat verblijven. Mijn naam is Horizon Diffé. Ik speel bij SCV 15, maar ik train nu regelmatig met de 16 mee. Ik speel op linksvoor, 11, of spits speel ik. De eerste keer op internaat, zo een beetje moeilijk voor mij de eerste keer. Ik was weer van thuis, maar ze hebben me goed opgevangen, dus ik ben wel trots. Ik voel me een beetje als mijn tweede familie hier, dus ja, ik ben blij dat ik hier ben. Ik wil natuurlijk prof willen worden, debuteren in een topploeg en mijn ouders trots maken. Dat wil ik heel graag. De ouder is belangrijk voor ons. Voetbalder of geen voetbalder, maar de ouder is belangrijk voor ons. Wij gaan ook samenwerken met de ouder. Wij gaan ook met de ouder praten, communiceren. Wij gaan ook samen met de mensen van STVV zitten we een viertal keer per jaar, of per schooljaar samen, om een keer te evalueren. Hoe doen ze het? Moet er iets bijgestuurd worden? Wat zijn de pijnpunten eventueel? Waar moeten we bijwerken? Dus ik ben Tibe. Ik speel bij de U15 van STVV. Ik zit hier op school omwille van dat ik redelijk ver woon. Het internaat was in het begin aanpassen, maar hoe de tijd vorderde, ging het wel prima. Ja. En nu voel ik me thuis. Voetbal is altijd mijn passie geweest. En ik zou er hopelijk bij STVV willen doorbreken, wat ook mijn ultieme droom is. Ja. Ja, het is natuurlijk zo, als ik daarover denk, als kinderen van ver kiezen voor hun droom waar te maken met STVV en ver van huis zijn en dat combineren met internaat eventueel, want dat is plots van huis weg, dan denk ik, en ik ken STVV voor zijn goede zorg, zijn goede opleiding en zijn goede attitude en entourage, en wij met ons concept dat die kinderen een fantastische tijd kunnen beleven hier, met goede resultaten en met een goede voetbalattitude en toekomst, denk ik.